Het Polytechniek College Suriname, PTCS, een hoger beroepsopleiding HBO, introduceert in het nieuwe schooljaar 2014-2015 de studierichting agronomie. Agronomie is een multidisciplinair gebied dat verschillende wetenschappen omvat. Binnen deze opleiding worden verschillende disciplines, waaronder plantkunde, bodemkunde en entomologie, met elkaar geïntegreerd. Deze studierichting zal met het opzetten van een dependance van PTC in Nikeri het komend schooljaar ook in het reisdistrict te volgen zijn. Wat de studierichting allemaal inhoudt, vertelt de curriculumontwikkelaar van de hoger beroepsopleiding Samantha Engeldal aan Reports. En, agronomie is dus een nieuwe opleiding waar het PTC in oktober mee van start gaat. Binnen agronomie heb je eigenlijk een combinatie van landbouw en vetel. Dus je hebt landbouwaspecten en vetelaspecten, maar de nadruk wordt eigenlijk meer gelegd op landbouw. En eigenlijk worden die studenten verschillende teeltechnische technieken, zeg maar, bijgebracht. Zo, Nikkei. Geleerd, zeg maar. Ja. Nikkei krijgt ook die studierichting? Ja, het wordt ook in Nikkei aangeboden. Oké. Okay. Waar is de locatie waar dit de colleges verzorgd worden? Is er een speciale locatie? Want ik denk aan de praktijk bijvoorbeeld. Ja, u heeft gelijk, want binnen deze opleiding is het praktisch deel, zeg maar, heel erg belangrijk. Want we willen niet dat de studenten alleen die kennis hebben, maar we willen ook dat ze die kennis weten toe te passen. Dus we hebben heel veel practicum opgenomen in het curriculum. In het eerste jaar zullen ze vooral, zeg maar, in het chemisch laboratorium bezig zijn en misschien ook in een biologisch lab. Maar over de exacte locatie zouden we misschien mevrouw Belfort kunnen vragen. Hoe lang duurt de studie? De studie duurt 5 jaar. Het is een deeltijdse studie, want zoals u weet biedt het PTC op dit moment alleen deeltijdse opleidingen aan. Vandaar dat het dus 5 jaar duurt. Alhoewel er nog geen exacte locatie gevonden is voor Nikkeri waar het PTC de colleges zal verzorgen, is het hoofd van de afdeling communicatie en marketing van PTC ervan overtuigd dat de dependance Nikkeri simultaan met die van Paramaribo start op 6 oktober. We zijn nog niet helemaal ready met de locatie. We zouden in eerste instantie op Natin zijn, maar zij hebben dus hun ruimte toch ook wel nodig. Dus we zijn even... Voor alle studierichtingen willen we op 1 centrale locatie zijn, want we gaan onze lokalen moeten inrichten met ons apparatuur, dus dat we hem niet verspreid hebben. En de coördinator moet ook wel een overzicht kunnen hebben over alles. En dan is het beter als je op 1 locatie bent. Studenten, docenten en de coördinator bij elkaar. Het hoofddoel van de opleiding agronomie is studenten die kennis en vaardigheden bij te brengen die hen in staat zullen stellen een optimale productie van planten voor menselijk gebruik te bewerkstelligen. Deze opleiding, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan, richt zich voornamelijk op de navolgende zaken. Methoden voor het verbeteren van productie in termen van de kwaliteit en hoeveelheid, fysiologie, productie en kwaliteit van verschillende landbouwgewassen, het hanteren van landbouwmechanisatie, het toepassen van opbrengstverhogende landbouwtechnieken, het beheer van af- en ontwateringssystemen, het toepassen en ontwikkelen van gewasbeschermingstechnieken, vermeerdering en aanmaak van plantmateriaal, het bewerken en verwerken van verschillende landbouwgewassen tot eindproducten, het beïnvloeden van de bodemstructuur, preventieve en ombuiging van ongunstige milieugevolgen. De studie is een deeltijdse studie en duurt 5 jaar.